ga beginnen met mijn butternutpompoen. Ik ga daar eigenlijk een zalf van maken. De butternutpompoen krijgt mijn voorkeur omdat ik vind dat dat de meest subtiele smaak heeft en de meest verfijnde smaak. Okay. Dus we dan toch in de fijne smaken zitten. Ja, absoluut. Voor die zalf ga ik mijn pompoen in kleine stukken snijden. En dan zet ik die op in water met zout. Een blaadje laurier. Zo, mijn water kookt. Ja. Ik ga mijn stukjes pompoen erin doen. En aangezien dat een vrij harde groente is, heeft dat toch wel een kleine 20 minuutjes nodig. Ah, ja. Dus dat geeft ons de tijd om eigenlijk verder te gaan met de kruidenmayonaise. In die kruidenmayonaise ga ik eigenlijk wasabi gebruiken, okay. Peterselie fijn gehakt, ja. Kappertjes fijn hakken en augurkjes. Ik neem mijn ei, daar doe ik mosterd bij en citroen. Ik ga dat al goed afkruiden met peper en wat zout. Dan ga ik dat eigenlijk bijvullen tot bijna bovenaan met zonnebloemolie. Ik vind dat de makkelijkste manier om mayonaise te maken. Met een mixer? Ja, en dan zet ik de mixer erin. Dan zie je onmiddellijk de binding. En die is klaar. Voilà, dat zijn de laatste kruiden, de salie. En nu nog het eitje? Het heetje mag fijn geprakt worden en dan nog mengen met de mayonaise en verder op smaak brengen. Ah ja, oké. Dus dat mag hier nog bij of ga ik het hierbij doen? Je mag het daarbij doen. Oké. Dan weet jij waar dat de naam omhang vandaan komt? Nee. Nu, de omhang van Brussel is eigenlijk de processie voor de blijde intrede van keizer Karel. En keizer Karel was naar het schijnt een echte bierliefhebber. En daarom hebben ze bij haar dat bier genoemd naar keizer Karel en naar de omhang. Hij heeft gelijk, Karel. Ja. Eitjes erbij? Eitje mag erbij en dan ga ik mengen met de mayonaise. Oké. Okay. Ziet er zeer lekker uit. En nu? Ik ga die in een spuitzakje doen. Dat kunnen we straks op het bord, als we dresseren, mooie dotjes zetten. Alsjeblieft. Dank u. Zo. Die kruidenmayonaise kunnen we bewaren tot straks. Ik ga mijn pompoen nog eens checken en ik geloof dat die wel klaar is om verder af te werken. Voilà, de pompoen is afgegoten. Okay. Ik ga die opmixen met een klein scheutje room. Ah, ja. Dan ga ik die heel goed afkruiden met peper, wat zout nog, nootmuskaat en ook wat tijm. Dat moet eigenlijk een hele mooie, gladde zalf worden. Wat zout, nootmuskaat en een beetje tijm. Zo, Martijn. Ik denk dat we kunnen overgaan naar de mosseltjes. Hè? Dus de mosseltjes ga ik klaarmaken met de klassieke mosselgroentjes eigenlijk. Ja. Wat selder, prei, een beetje wortel, een shallotje eerst aanstoven. En eigenlijk nog wat peterselie mag daar ook bij. Dus ik ga de shallotjes aanfruiten. Een beetje wortel. Prei. Selder. Daar mag de peterselie dan bij. En als die mooi gefruit zijn, gaan de mosselen erbij. Timing is zeer belangrijk, niet lang. Mosseltjes hebben niet lang nodig. De deksel erop. Okay. Geen extra vocht erbij, water of zo? Of? Nee, ik heb voldoende olie aan het vocht van de mosseltjes en dat zal voldoende zijn. Dat geeft eigenlijk ons net genoeg de tijd om de pladijs een beetje bij te snijden. Want... Dus hoe ver is de pladijs? Hoe zie je dat nu weer precies? De vis moet eigenlijk glanzen en de rode stipjes, dat duidt ook aan dat het een verse pladijs is. Ja. Wat ga ik doen? Die zijkantjes hebben we eigenlijk niet nodig. Ja. Ik ga hem in olijfolie klaarmaken.
En dat mag een zeer hete pan zijn. Ook kruiden, peper en zout. Die vis heeft niet lang nodig, gewoon een kort keer draaien. Dus aan de ene velkant heb je mooi de kleuring en nu bak ik hem aan de andere. Ja, oké. Een paar minuutjes. Ja. Ik ga onze mosseltjes nog eens controleren en dat kunnen wij al dresseren. Oké, dan ga ik starten met ons bier te schenken. Nu, dat is het echte glas van omgang. Als je niet het echte glas in huis hebt, kun je gerust een degustatieglas gebruiken. Dat is perfect voor zo'n bier. Ja. Martijn, ik ga ons bord dresseren. Ik ga daarvoor starten met de zalf van pompoen. De pladijs. Het is een blond bier, dus het is belangrijk dat het laatste van de fles, zeker door die gisting op fles, dat die toch in de fles blijft, want anders wordt het een beetje troebel. Schelp en al. Oké. Enkele dotjes kruidenmayonaise. Nu nog enkele takjes salie die we gebruikt hebben. En ons bord is klaar. Oké. Ziezo, Martijn. Onze pladijs met de zalf van pompoen, de mosseltjes en de kruidenmayonaise. Ik denk dat dat perfect bij onze keizer Karel omgang zal passen. Dat denk ik ook. Alsjeblieft dan. Dank u. Gezondheid. Santé. Hè.